5-8. Het wereldkampioenschap baan in Kopenhagen start woensdag. Bij de sprint zijn er duidelijke Nederlandse medaillekandidaten. Bij de dure onderdelen is bondscoach Slippens voorzichtiger. 6-0. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Tijdgerelateerde onderdelen zou je een prognose kunnen doen. Dan moet ik op het moment bij de duurgroep heel reëel zijn. Nee. Het zou voor een vierde, eventueel een derde plek kunnen zijn. Maar wereldkampioen. Nee, dat moet je gewoon reëel zijn. Ik denk wel dat we een sprong hebben gemaakt ten opzichte van vorig jaar. Ja, en alle andere onderdelen, dat zou zomaar kunnen. Dat is met de vorm van de dag, koerstactiek, dat zou zomaar kunnen. En doe dan eens een gooi, wat heb je in je hoofd? Dames scratch, herenpuntenkoers, koppenkoers, dat zijn toch onderdelen. Je kan zesde worden, je kan achtste worden, maar je kan ook zomaar eerste worden. En noem de namen daar eens bij? Danny Stam, Peter Schep voor de koppenkoers, Peter Schep voor de puntenkoers, Vera Kudode voor de scratch. Dat zijn toch wel... Dat eventueel een mogelijkheid zou kunnen zijn om wereldkampioen te worden. Peter, je komt uit in de puntenkoers en de koppelkoers. Waar verwacht je nou het meeste van? Nou, ik heb bij beide onderdelen eigenlijk al WK-medailles gehaald. De puntenkoers wel mijn favoriet, omdat ik daar ooit eens kampioen geweest ben. Dus dat is wel heel bijzonder. Alleen, ik heb samen met Danny, waar ik nu ook mee ga rijden, met Danny Stam, een keer echt op één punt de titel verloren in de koppelkoers. En dat zou ik toch graag een keer goed maken. Je hebt iets recht te zetten. Ja, we hebben zeker wat recht te zetten. Ja. Ja, we zaten toch echt als een van de beste in de koers. En misschien dat de verhoudingen nu wat anders liggen. Er zijn heel sterke concurrenten ook. En met name de Duitsers en Denen zijn heel sterk. En ik hoop dat we die tegen elkaar uit kunnen laten spelen. En dat wij een van de ploegen zijn die daar misschien het voordeel uit kan trekken. Is jouw voorbereiding anders geweest in die koppelkoers? Nou, ik moet zeggen, ik heb de thuisdaagse in Rotterdam, die heb ik echt samen met Theo Bos echt zo goed mogelijk gereden. En vanaf dat moment heb ik een knop omgezet dat eigenlijk alles gericht was op het WK. En dat wil zeggen dat je sommige wedstrijden gewoon soms wat domme acties uithaalt om gewoon maar zo hard mogelijk te trainen. En dat allemaal in voorbereiding op de WK. Terwijl je normaal misschien een keer voor het beste resultaat ook een keer... Jezelf weg moet houden en dan zorgen dat je in de finale goed bent. Maar ik heb me gewoon echt een paar keer helemaal kapot gereden. En hopelijk is dat de investering waard uiteindelijk. Maar dat weet je natuurlijk nooit. Ik heb er alles aan gedaan. Ik kan mezelf denk ik niks verwijten. En Danny ook niet. We hebben het samen heel goed aangepakt. En laten we hopen dat het eruit komt.